Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, een motie die zo ontzettend sympathiek klinkt, en echt iets waar je niet op tegen kan zijn, toch? En dat zijn we dan ook niet. Maar met een hele grote maar. We plakken etiketten op verschillende soorten armoede: kinderarmoede, menstruatiearmoede, energiearmoede. Hoezo een ander soort armoede? GroenLinks weet dat uh, door het stijgen van de energiekosten een groot aantal mensen bijkomt die in armoede moeten gaan leven. Maar wat lost het nou eigenlijk op om soorten armoede te labelen? Moeten we straks ook spreken van leesarmoede bij lage letterden? Kennisarmoede bij mensen met een verstandelijke beperking? Voorzitter, mag ik interperen? Ja, Hendrik. Bij de behandeling van de armoedebeleid wat we hebben. Is al aangegeven dat we zullen opletten of mensen wel of niet hun energierekening kunnen betalen. Het is geen nieuwe manier of een nieuwe vorm van armoede. Het is zelfs geen specifieke manier van armoede. Het is een armoede waarvoor het Rijk geld beschikbaar stelt en waarvoor we middelen in kunnen zetten om deze specifieke situatie te lijf te kunnen. Het is niet een apart label, zoals u zegt. Nou, zet. daar wil ik wel mee met u in discussie, want ik denk namelijk nou, dat deze groep mensen, waar we het nu over spreken, ook geen pot pindakaas kunnen kopen in de supermarkt. En dan spreken we ook niet over pindakaasarmoede. En het gaat me er niet om dat we hier Voorzitter, een discussie moeten voeren. Zodra het Rijk met een pot geld komt om mensen pindakaas te laten kopen, zal ik de eerste zijn om hier een motie in te dienen om daar gebruik van te maken. Maar ik vind het jammer dat u mij niet mijn statement uh, uh, mijn verhaal uit laten uh, vertellen, want ik denk dat u dan direct zal zeggen dat, dat wij daar groot gelijk in hebben. Want ik wil namelijk zeggen, we spreken we over kennisarmoede voor mensen met een verstandelijke beperking, markeren we niet eigenlijk precies waar dit nou eigenlijk over gaat. Groen, GroenLinks ziet al jaren een groeiende kloof tussen mensen, ook de mensen die ik net benoem. En dat mensen met een laag inkomen om welke reden dan ook in armoede leven. En dat de groep steeds groter wordt omdat de politi landelijke politi politiek er niet voor kiest om dat gat te dichten. Voorzitter, dat is een keuze. Het is, een, het is belangrijk om armoede op te lossen en iedereen bestaanszekerheid te geven. Wie je ook bent, welk opleidingsniveau je ook hebt, en wat jouw bijdrage ook is aan onze maatschappij. Dus wat GroenLinks betreft moeten we hier niet spreken over energiearmoede, maar over armoede in het algemeen. Dank u wel. Dank u wel. De heer de Winter. Jongen. Um. Ja, ik zie het misschien te simpel uh, hoe, hoe ernstig het ook is, maar ik denk bij mezelf: uh, energiearmoede verwijst naar waar dit probleem vandaan komt. Dat is dat mensen uh, vanwege de stijgende gasprijzen de laatste maanden ontzettend hoog... dat de mensen gewoon in de kou gaan zitten. Omdat ze te bang zijn dat anders de rekening te hoog wordt. En daar is dit geld voor besteed. En uh, ik moet zeggen, dat we, daar ga ik met mijn bijdrage beginnen. Um, uh, we hebben ook hier in Amuiden, ik refereer even... Uh, in Velzen moet ik zeggen, ik refereer even een aantal jaar terug... waarin ik, ik heb het trouwens regelmatig erover gehad... waarin we hier het WKO-systeem hebben... dat in een heleboel flats... Uh, complexen, dat hier al energiearmoede was. Ik weet niet of u zich kunt herinneren, maar een aantal jaren geleden heeft de ChristenUnie hier vragen gesteld hoe het college daarmee omgaat en wat ze eraan kunnen doen. Even wachten hoor. <laughs> en uh, ik zie u bij de microfoon. En ik moet zeggen, dat heeft zoveel geleid dat uiteindelijk is het woningbedrijf waar deze mensen in sociale huurwoningen het gas lager gingen zetten en veel hogere kosten kregen, dus energiearmoede hadden, is er, zijn ze er ook uitgekomen. Het woningbedrijf is de mensen tegemoet gekomen, het is allemaal opgelost. Dus energiearmoede is een specifieke armoede voor ons die voorkomt uit de hoge kosten van energie. Ja, ik ben nog niet klaar hoor, maar ik weet niet of u wil interperen. Ja, ik wil ja, ik toch nog wel even benadrukken dat wij niet tegen deze motie gaan stemmen. En dat wij ook zeker zien dat, uh, dat het stijgen van de energiekosten problemen oplevert. Maar wij willen vooral laten zien dat het breder is dan alleen een, dan het labelen van verschillende soorten armoede. En dat armoede armoede is. Dank u wel. De heer de Winter. Ja, nou dat respecteer ik. Uh... Uh, ja, Christen heeft deze uh, motie mede ondertekend. En ik wil. Uh, uh, ja, ik, ik zat te denken, zal ik het doen in de vorm van vragen, maar ik kan het ook in de vorm van suggestie doen. Uh, kijk, ik denk dat het college en ook de andere raadsleden het uh, met elkaar eens zijn dat er mag geen enkel huishouden in de kou uh, komen te zitten, eigenlijk. En uh, nou is eigenlijk uh, 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 heel belangrijk dat. Maar dat zal uit dat onderzoek eventueel moeten komen. Maar eigenlijk wil ik dat ook vragen aan het college. Ik weet niet wie de, welke portefeuille gaat beantwoorden. Is het college dan bereid om mensen met een lager inkomen bijvoorbeeld gratis bespaaradviezen en middelen aan te bieden? Um, wat ook heel belangrijk is, is er al een plan bij de gemeente? Ligt dat klaar? Of wordt dat gemaakt? En als dat er is, uh, hoe gaat uh, de gemeente dat communiceren naar de inwoners? Want het zal nog moeilijk zijn om specifiek je op die mensen te richten die het ook doen. Want ik denk dat er ook wel een stuk schaamte zal zijn bij mensen die er niet voor uit willen komen om een beroep te doen op deze pot. En het laatste wat ik wil zeggen, dat is ziet het college mogelijkheid om regels voor bijvoorbeeld de bijzondere bijstand flexibeler toe te passen, waardoor mensen die de energierekening niet kunnen betalen, toch een stukje financiële ondersteuning kunnen krijgen.